Ik heb over de zeven zeeën gezworven. Ik heb schepen buitgemaakt. Ik heb dingen gedaan waar jullie ouders zich voor zouden schamen. En ik ben schathemeltje rijk geworden. Ik heb mijn schat van goud begraven. In vier schatten. En ik heb, zoals ik altijd doe, netjes op een kaart aangegeven waar de schat ligt door mijn handtekening te zetten. Jullie vragen je misschien af, hoe komt het dat je een ooglapje op hebt? Het is nogal een bloederig verhaal. Ik zal het jullie vertellen hoe ik mijn linkeroog ben kwijtgeraakt. Ik kwam... Nou, lach je maar. Vanavond zal jullie het lachen wel vergaan. Ik kwam aan op een strandje. Midden in Friesland. Het was een dorpje dat al eeuwenlang bestond. En ooit, vroeger, toen het dorpje nog geen naam had, woonde er in dat dorpje een oude vrouw. Ze zeiden dat ze een heks was. Oude Klazien. De oude Klazien was een lieve oude vrouw en woonde niet in dat dorp. En ze was heel oud. En de mensen uit het dorp waren rauwe boeren. En buren ook. En ze gingen naar het oude Middendum. En daar stapelden ze alle koeien bij elkaar, zodat ze meer koeien hadden. En ze gingen naar Bolsward. En daar steelden ze alle paarden. Zo ging dat daar, in dat dorpje. En de oude vrouw zei, doe dat nu niet. Dat kan nooit goed. En toen... dag het oude vrouwtje liep door het dorp en ze zag een oude appelboom. Die appelboom had één prachtige appel. Ze dacht, die appel, die mag ik. Ze pakte de appel. Dat zag de burgemeester van het dorpje. De burgemeester van het dorpje zei, hij werd kwaad. Hij zei, Klazien, wat doe je nu? Je steelt. Hij wees naar haar en alle inwoners van het dorpje wezen naar de oude vrouw. Stelen, dief. En het oude vrouw. Dat is niet eerlijk. Jullie hebben zelf ook gestelen, weet je dat niet meer? Ja, dat was vroeger in het middeleeuwen, zeiden ze dat zo. Ja, jullie hebben veel gestelen. Je kunt niet naar mij wijzen. En zeggen, er zit een splinter in je oog. Zei die oude vrouw. Als je zelf een balk in je eigen oog hebt, dan moet je eerst die balk uit je eigen oog halen. En dat was waar natuurlijk. Het was waar. En toen die dag, de oude vrouw was er zo klaar mee. Ze stak haar oude vinger in de lucht. En met haar stok zei ze, dit dorp, ik noem het balk. Jullie zijn voor eeuwig, voor altijd. Jullie zullen, de balk zal uit jullie ogen gehaald worden. Want begonnen al die mensen, inwoners van balk, te huilen en begon te bloeden uit hun linkeroog. Ze raakten hun linkeroog kwijt, daar zat die balk in. En allemaal in je ogen zeiden, omdat jullie niet hebben onthouden dat jullie zelf ook stelers waren. Ja, stelers. Dat jullie dat zijn. Zullen jullie voor altijd zijn jullie vervloekt? Dat zullen jullie niet meer weten. En ik kwam hier ook. En ik sta
inwoners die hun geheugen zijn kwijtgeraakt door een betovering. Esther op gaan moeten. Ik dacht ik allemaal. Tot de morgen! Kijk, daar op.
Hallo. Oh. Oké. Hi. Oh, ik zag daar licht. Ja. Die kan moeten opnemen. Ik zeg toch, schrik niet! Ja! Doe het niet, zei Buurman Mol. Misschien is Noempje neem van een oude man. Pepermuntje heb ik. Die zit nog in het cellofaan. Ze hebben niet echt niet niks mee gedaan. Dan mag het wel. Misschien lekker dacht ik eventjes. Ik heb een vis verstaan.